Yo, wat up gasten en welkom bij een nieuwe Boom! Ik durfde wel dat je even dacht dat YouTube vastliep. Woo! Maar geen zorgen, deze video is gewoon online en het is een nieuwe verse 50! Woo! Zeg zelf, hoe lang is dat geleden? Ruim 7 maanden. Woo! En aangezien dit van het warme plakkerige weer is en niemand zin heeft om te gimmen, en ik al helemaal niet, is het tijd voor 50 smoesjes om niet te gimmen. Woo! En wanneer beginnen die dan nou nu? Ik kan niet mee doen met gimmen omdat ik Diablo 3 moet spelen. Ik moet de Diabolo met al mijn fantasie spelen. Ik heb mijn hoofd gestoten aan mijn kussen. Ik ben zo'n groot fan van Arjen Robben dat ik ook een liesblessure heb. Ik heb geen gipsschoenen, want mijn veters willen me vermoorden. Ik heb helemaal geen kleren, die ben ik allemaal vergeten aan te doen vanochtend. Oh, wacht even. Iedereen uit deze klas heeft mij een kneus, dus ik heb altijd wel wat gekneusd. Oké, vet. We gaan apenkooien vandaag. Nou, weet je wat? Ik ben Bokito en ik spreek vrij. Yes! Ik liep er net buiten gewoon lekker door het bos te wandelen. Weet je wel, ja, la, 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 niks aan de hand. En op een gegeven moment zie ik daar een egel zitten. Een egel was aan het graven. Ik vroeg tegen de egel: hey, wat ben je daar aan het graven, man? Ben je daar aan het graven naar de schat? Zegt de egel tegen mij: nee, wat denk je zelf? Ik zeg: nou, ik weet niet waar je aan het graven bent. Zegt hij: nou, jouw graf. Ik ben geschrokken en ik kan niet meer meegimmen. Ik wil in bad gaan met mijn broodrooster. Ik kan niet meedoen met gym, want ik moet mijn enorme saxofoon leeg spelen. Ik hoef helemaal niet mee te doen met gym. Ik ben al goed genoeg met mijn ballen. Ik kan niet meedoen met gym, want ik heb een knieblessure. I took an arrow to the knee. Ik moet mijn tanden nog scheren. Nee, ik ga niet mee buiten gymmen, want het gras is niet gemaaid. Mijn Chinese buurman heeft mijn hond opgegeten. Oh, wacht even. Ik ga niet mee buiten gymmen, want straks struikel ik over het gras. Ik ben 2 uur geleden gestorven. Ik ben vergeten hoe je moet lopen. Ik moest de laars van Henry, de vliegende flamingo, nog wassen. Ik ben in elkaar geslagen door Paulus de Boskabouter en Wesley Snijder. We zijn blijkbaar familie van elkaar. Ik zag een hele irritante, lelijke melkboer lopen die ik tegen het klimrek aan gooide. Weer naar het klimrek pijn kreeg en ruzie kreeg met de melkboer over illegale bananenkwekerijen. En vlak voordat er een hele epische dancebeelden uitbrak, had ik zoiets van: doe dit maar niet, jongens. Ik wil de melkboer weghalen. Uiteindelijk kwam er in één keer een supersonische cowboy aankomen op een hoovercraft. En die nam de melkboer mee: hun reed je weg. En nu moet ik uiteindelijk het klimrek naar het ziekenhuis brengen, want hij heeft heel veel pijn. Ik kom net van de dokter en ik heb de ziekte van GB8. Het liefst slaap ik dag en nacht. Lieve juffrouw, zijn jouw benen hier net als de deuren? Altijd open, want dan hou ik van Nee, zijn ze... Oké, dan ga ik naar huis, want ik heb hier geen zin in. Ik moet mijn moeder nog voeren. Ik moet naar huis, want mijn bed is ziek. Ik hoef niet mee te doen, ik doe al genoeg aan sport. Ik ren weg voor alle Justin Bieber muziek die ik hoor. En dat is heel veel. Ik heb een blaasontsteking, want volgens mijn moeder zeik ik altijd. Ik kom uit Zweden en dan zweet je al genoeg. Nee, ik vond het zelf ook geen goede smoes. Jorrit van der Sloot heeft geen BMW drankje gedaan. Daardoor ben ik deze smoes vergeten. Ik, koning Woolly Woolly, sport niet. Dat doen alleen mijn onderdanen. Mijn vis is uit de kom. Oh wacht, jullie gaan een potje voetballen. Nee, dat kan ik niet meedoen. Ik ben hetero. Er sommige salamander in mijn soep. Ik kan niet meegimmen, want vandaag ben ik heel erg emotioneel. Ik moet meegimmen. Ja, wat ben jij toch een vieze klootzak, zeg. Met je kut gymles. Ik moet me melden. Wat jammer. Ik had echt net zoveel zin in gym. Ja, ik kan niet meedoen met Gilles, ik heb de afspraak bij mevrouw Violet Agina. Ik moet bij haar binnen even de muren wit komen lappen. Oké, we gaan hardlopen vandaag. Ik heb een idee. Als jij de tijd bijhoudt, ren ik naar huis en gaan kijken hoe lang het duurt. Deal? Ik heb hoofdpijn gekregen van die lucht die om jou heen hangt. Oh. Mijn voeten hebben momenteel geschiedenis. Sorry, wat? Ik hoor je niet. Ik ben doof. Hoe kan ik dan in godsnaam de piepjes-test doen? Mijn benen zijn gestolen door regenwormen. Wacht even, is dit Gim? Mooi, dan ben ik klaar voor mijn Poké-battle. Bring it on. Ik ben een meisje, ik ben ongesteld. Ik ben een jongen en ik ben ook ongesteld. Ik moet meedoen? Ja, zeker vegen mijn overgewicht, of niet? Nou weet je, daar ben ik ongesteld van. Ik kan niet meedoen met gif op mijn handen en een eigen wil, zoals je kan zien. En volgens mij is dat dubbel D. Voelt goed. Mijn sportschoenen zijn allergisch voor mijn voeten. Gisteravond wou ik mijn sportkleren wassen en wat denk je wat er gebeurt? Ik gooi de spoggelok uit het raam. Sorry. Ja, mijn wiskundeboek moest lachen omdat de pudding over een boomstok is gevallen die daarna mijn kleren heeft ondergekost met magische regenboogsap. Niks aan te doen. Mijn deur moest niet zijn, dat deed hij ook over mijn schoenen, waardoor ik mijn schoenen in de vaatwas moest doen. En toen de vaatwas klaar was, werd mijn schoenen opgegeten door een schoen eten in de vagina. En al dat slappe gelul van die 50 smoesjes heeft ervoor gezorgd dat jij nooit meer naar gym hoeft. En als jij nu slim bent, stuur deze video door naar 50 mensen. En dan kan je een keer met 50 mensen iets anders gaan doen dan gym. En hoe chill is dat? En laten we gewoon afspreken met zelf dat jij deze video doorstuurt naar elke jongen en elk meisje wat jij kent. Oftewel iedereen. En voor elke groene duimpje dat jullie gaan geven, ga ik 1 gymzaal afbranden in Nederland. Dus het wordt een druk weekend voor mij als ik 10.000 groene duimpjes krijg. En als jij een groen duimpje geeft, dan toevoegt hij je favorieten. En een reactie achterlaat, maak jij kansen op 2 Angry Birds knuffels, een Dark Vader masker, Mad Cape, of FIFA EK 2012. De enige voorwaarde die eraan verbonden is dat je geabonneerd moet zijn. En abonneer op mij doe je door hierboven te klikken op abonneren. Ik wacht wel even. En door met het volgende. Zometeen hoor jij een hele hoge banjo. Daarna zie je allemaal video's. Zijn allemaal klikbaar. Klik lekker door en je krijgt heel veel extra smoesjes. Bedankt voor het abonneren, het groene duimpje en de rest van die meuk. En ik check jullie later. Banjo!